Goed, wat gaan we nu doen? We gaan even een grondmonster nemen. Daartoe heb ik een plastic bakje bij me en een schepje. En we gaan het grondmonster nemen net buiten het kwadrant. En we gaan het bakje ongeveer half vol doen in dit geval. Goed. Hier ergens moeten de takjes en de blaadjes weghalen. Strooisellaag, als die er is. Hè? Afgevallen bladeren. Die haal je weg. En dan begin je te scheppen. Daar waar de grond, waar de wortels erin zit. Of net daaronder. En er moeten dus geen steentjes in. En geen wortels. Geen dikke wortels, een paar kleine worteltjes niet erg, maar dat is de grond die je gaat onderzoeken op aanwezigheid van allerlei mineralen. Nou, het is denk ik wel voldoende. Dan gaat hij mee naar het lab en dan mag hij gaan drogen.